het allerzwartste gat waar jij ooit hebt ingezeten? Ik denk het moment dat ik echt op de drempel stond van of ik word aangenomen in Antwerpen, mijn leven gaat volledig veranderen, ik verhuis naar een ander land, nieuwe mensen om me heen, een toekomst die ik wil en in het werkveld belanden waar ik wil, of ik stap naar de andere kant, ik word niet aangenomen, ik ga kunstgeschiedenis studeren in Amsterdam. Precies dezelfde mensen om me heen. Ik blijf thuis wonen in Nederland. In Heilo. Dat is denk ik het zwartste gat. Gewoon zo die onwetendheid. En echt twee enorme verschillende werelden. Gewoon waar ik in kan belanden. Dat was echt een duister zwart gat. En enerzijds heel veel hoop. En anderzijds, oh, wat als het niet lukt. Zwartste gat tot nu toe was dat het, dat was, ik geloof dat het de laatste keer van de bleekneusjes was. Dat was ook toen ik te horen kreeg dat ik bleef zitten in de vijfde. Ik weet niet of ik toen in het zwarte gat zat, of dat ik er nog buiten stond. Omdat ik aan de ene kant natuurlijk heel droevig was, maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, maar ik weet niet... De bleekneusjes is voorbij. Dat was iets... natuurlijk voor ons allemaal was het iets heel bijzonders. En dat hebben we als heel bijzonder ervaren. En dat is heel, heel belangrijk op dat moment. En ook had ik het idee van... Oké, ik verlies nu. Ik ga naar een andere klas. Ik moet het jaar overdoen. Het was niet zozeer dat het heel donker was en heel droevig, maar het was net zoals Lieke ook zei, je bent heel onwetend. Ik denk dat het zwarte gat is gewoon heel mysterieus.